Ik wil je graag een verhaal vertellen. Mijn verhaal. Hoe een stronteigenwijze Zeeuwse babbelaar van shit mest maakte. Een zonnige dinsdagochtend in de Vlaamse Kempen. De deur van mijn boshuisje staat wagenwijd open. Een briesje streelt zacht mijn benen. Het kralengordijn wiebelt alsof ze wordt bewogen door de zachte klanken die komen van healing sounds. Cleaning en clearing van aura en space. Deze sound journey werd me onder de aandacht gebracht door mijn lief. Belletjes, gongen, lichtheid. Een heerlijke vibe. Mijn gedachten gaan terug naar 3 dagen geleden. Ik voelde een roep om naar Eindhoven af te reizen en deel te nemen aan de retraitedag waar ik deze keer alleen vrouwen op waren afgekomen. Ik voelde me licht gespannen, zoals elke keer wanneer ik als deelnemer een nieuwe groep binnenstap. Alle nieuwe energieën, velden, trillingen, zoveel om te absorberen en een plekje te geven. Ik nam de tijd. Ik weet dat ik in de loop van de tijd land in de, voor mij, nieuwe energie. En dat ik me na een tijdje meer en meer kan openstellen voor het veld van liefde waarin iedereen verbonden is. Ik gun mezelf liefdevol deze tijd. De dag startte met Healing Arts, het binnenhalen van mijn eigen zon. Wauw! Staand op een mat met mijn lieve sister Namaya naast mij als mijn spaceholder. Ik koos ter ondersteuning voor een licht essence flesjes met de energie van Machu Picchu, die voor mij voelt als de oudste krachtveld, mijn weten, mijn oerbronkracht. Stevig en geaard. En voor Chalice Well, hoe kan het ook anders? De plek waar de priesteres in mij herinnerde. Weer in mij landde, ontsproot en herrees. Vol lichte, frisse energie van het stromende water dat eeuwig is en vol levenskracht. De plaats waar mijn stem voor het eerst ongeremd en helder klonk tussen de donkere muren van de brongrot. Die alleen werd verlicht door piepkleine vlammetjes langs de wanden. De plaats waar ik voor het eerst voelde dat de energie van mijn stem, wat de energie van mijn stem kan doen. Pure magie. Amazing. In een stille visualisatieoefening zoog ik de zon van onder mij op. Ik nodigde haar uit mij te vullen, beginnend bij mijn voeten. Ik zag haar en ik voelde haar naderen. Binnen enkele seconden gloeide ik van haar licht. De hele centrale kolom om mijn ruggengraat was goudgeel. Dat voelde naar meer. Maar er was niet meer. Het bleef in het midden hangen. Herkenbaar. Het wel weten, het wel bezitten, het wel ownen, maar het niet uitdragen via mijn handen en mijn voeten. Is dat wat dit is? Ik zuchtte nog eens diep. Mijn handen en armen maakten vloeiende bewegingen die ik nog niet kende. Ze volgden de energie. Ze spraken met mij en ze toonden mij. Ze deden mij voelen en dieper weten. Zo ontmoette ik de wijsheid die ik zocht. Ja, ik mag gaan doorgeven. Ik ben al gevuld. Het is tijd om de stroom te laten doorbreken. Woesh, voelde ik gebeuren. Toen mijn handen en kruin voelbaar integreerden met de energie van Machu Picchu en Chalice Well, brak de zon door tot in al mijn cellen. Woesh, voelde ik gebeuren. Ga maar, stap maar vooruit, je bent er klaar voor, hoorde ik. Een veld van godinnen en priesteressen en sisters spraken me vanuit een veld van liefde toe. Ga maar, ga maar.
Toen de rest van de vrouwen, later die ochtend, doende waren met tekenen en bewegen, ieder op haar eigen wijze, wandelde ik wat heen en weer op de klanken van de muziek. Ik voelde geluid opkomen vanuit mijn binnenste. De songs die klonken uit de box nodigden mij uit om te zingen, om mijn stem te openen. Geluiden, klanken en soms woorden. Ik gaf gehoor. Het klopte. Het klopte. Het voelde evenzeer als thuiskomen zoals ik ook vorige week had ervaren in het theater toen ik werd uitgedaagd, mijn stem te laten klinken in een lied, de zaal te vullen met mijn eigen geluid. Daar was de doorbraak volledig ontstaan. Niet meer druppelend geluid maken, niet meer inhouden, maar voluit. De magie van dat moment had de sluizen van mijn binnenste geopend. Inhouden is geen optie meer. Mijn geluid mag er zijn. Het is er. In alle volheid, met overtuiging, stralend en liefdevol. Zo smolt de tijd weg tussen de dag in het theater en het moment van een opening van mijn stem daar in Eindhoven. Magie. Ik zou niet ik zijn wanneer ik na de heerlijke bliss niet direct in een deep dive les zou springen. Fantastisch mooi hoe het universum werkt. Heb je het nu door? Mooi, dan heb je nu je eerste assignment. Go! En omdat oefening kunst baart, grijp ik die kansen met beide handen aan. Altijd. Maar deze keer pakte mijn guides het een beetje anders aan. Toen ik zondag op een veld met bewuste lieve mensen liep, voelde ik een diarree-attack aankomen. Dat is zoiets als een emmer die opgekeerd wordt en mijn kringspier zodanig uitdaagt om het op te kunnen houden. Mijn leven met een chronische ziekte heeft me al voor vele van dit soort uitdagingen geplaatst, waardoor ik er gelukkig goed mee om kan gaan. No worries. Dapper stapte ik op een van de standhouders af en vroeg om een toilet. Ja, natuurlijk, daar is er een, wijzend op het stenen gebouwtje met een grote jerrycan ervoor. Phew, dacht ik, dat is superfijn, we waren immers nog maar net aangekomen. Al wandelend richting het toilet begon een onheimisch gevoel te reizen. Het zal toch niet. Toch niet een vlasput die lieflijk composttoilet wordt genoemd, maar voor mij een dikke vette no-go is. Wees dapper en stap door, sprak ik mezelf toe. Om het hoekje van het muurtje was een deur en een lichtknop. Het uur van de waarheid. Daar stond ik dan, oog in oog met het gevaarte. Een houten bekisting met een gat en een wc-bril om het geheel nog wat statige allure te geven. Ik voelde een razende en gierende druk van mijn darmen evident aanwezig in mijn romp. Zal ik het dan toch maar proberen? Vroeg ik mij gespannen af. Ik deed een stap naar voren en opende de klep. Gewoon even kijken, vermaande ik mezelf. Misschien valt het mee. Maar nee, dat deed het niet. Zeker niet. Een groot zwart gat staarde me aan. Niet wetend hoe diep of breed het gat was. Niet wetend wat er onder mijn tere delen zou liggen staren. Nope, nope, nee, no way. Alles in mij klapte dicht, letterlijk. Mijn oplossingsgerichte gedachten, waar ik altijd zo om geroemd word, mijn darmen, mijn compassie met mezelf, bam, op slot. Maar ik had het toen nog niet zo door.
Ik voelde alleen de darmdruk verminderen en hoorde mijn hoofd opdracht geven het dan maar in te houden. Het viel me niet eens op. Zo automatisch had ik het al jaren gedaan. Is er geen ruimte voor mijn shit, dan houd ik het wel in. Maar hey, sinds ik de zon in mijn zijn had uitgenodigd, was er geen ontkomen meer aan. Waar de zon schijnt, komt ook de shit in het licht te staan. En dat heb ik geweten. Maar op de dag op het veld zat ik even lekker op slot. Het kwam praktisch even beter uit, besloot ik zonder na te denken. Zoals ik die vele jaren daarvoor ook had gedaan. Overleven in een wereld die niet zit te wachten op mijn shit. Mijn projectie, I know. Bij thuiskomst zou mij een enthousiaste afgang wachten, hoopte ik. Maar helaas. Mijn arme darm was totaal op slot geslagen en van enige peristaltiek was geen sprake meer. Oké, geduld dan maar, redeneerde ik nog goed bedoeld, me nog niet realiserend welk een geweld ik mezelf werkelijk had aangedaan. Maandagochtend, ready to go. Veel te doen, dus hupla, in de startblokken, ik ben echt een Monday person. Love, 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 love Mondays. Maar deze maandag voelde anders. Trager. Moeizamer. Met het verstrijken van de tijd begon mijn rechterzij steeds meer pijn te doen. Ook de druk op mijn urinebuis duidde op onheil. Goed, dan maar op de bank liggen en hopen dat het wegtrekt. Gewoonlijk is daar een toiletgang of 6 voor nodig. Ik gaf toe aan het gevoel en dat heb ik geweten. Met het uur werd het meer en meer. Ik hield het niet meer op de bank en ging op bed liggen. Sluimerend in hazenslaapjes, op en neer hobbelend met mijn kersenpitkussen om hem te verwarmen. 1000 keer zonder succes naar de wc struinend. Meer dan mini-plasjes kwam er niet uit. Een blokkade was evident en intens. Onbeweeglijk, pijnlijk. Maar het kwartje viel nog niet. Ik besloot een bericht naar een vriendin in te spreken. Hijgend en steunend vertelde ik over de pijn en de blokkade. Al pratend begonnen de muntjes neer te dalen. Eerst dwarrelend en later stortend. Ik hoorde mezelf praten over in de steek gelaten zijn door mezelf en er niet voor mezelf zijn geweest. En ik had mezelf verlaten, zo vertelde ik haar. Nog half in een roes van de pijn daalde de strekking van mijn eigen woorden pas later echt in mij. In de uren na mijn ingesproken berichtje opende zich een veld van weten. Het werd zichtbaar, voelbaar. Opeens voelde ik en zag ook ik ook voor wat het was. Opeens voelde en zag ik het voor wat het was. Ik had het ook anders kunnen doen. Ik had die middag op het veld ook kunnen vragen naar een andere wc. Ik had compassie voor mijn mooie lichaam kunnen voelen. En ik had mijn ruimte kunnen innemen. Ik had beter kunnen zorgen. Ik had stil kunnen staan bij de fysieke blokkade die volgde op mijn schrik. Ik had het met iemand kunnen delen. Maar ik had het niet gedaan. Ik blokkeerde en stopte weg, zoals ik al vele, vele jaren gewend was.
daarmee verliet ik mij, mijn zelf, zoals ik al vele, vele jaren had gedaan. En dat is de pot goud. Precies deze realisatie is de grote winst. Dit is de reden dat mijn lichaam mij deze dierbare les gaf. Dit is de reden dat het universum toeliet dat ik door zoveel pijn ging. Het diende een prachtig doel. Mijn eigen shit aankijken. Hoe kon het ook anders? Daar waar licht is, kan geen duister zijn. Dus jep, na de stralende zon die mij zaterdag, die in mij daalde zaterdag, kon het ook niet anders dan dat ik mijn duister zou ontmoeten. En dat is maar goed ook. En vandaag voel ik mij licht, wederlicht. Er is een last van mij afgevallen. Bij het zorgen voor mijn mooie ziel hoort ook het liefdevol zorgen voor een prachtig, dierbaar lijf. Zachtheid, compassie en lichtheid, ik voel het nu allemaal. En dat maakt het alles waard. De weg in het licht is een weg vol amazing blessings. Dwars door alle shit heen. Sending you a shitload of love. Just kidding.